Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe video voor Tekenen 3. En ditmaal gaat het over maatvoering plaatsen wanneer je het commando Viewbase hebt gebruikt. Nou, voordat ik daar het een en ander van laat zien, ga ik heel even terug naar onze handleiding. En daar staan twee variabelen. Die kun je intikken en dan de waarde 2 zetten. En dat doe je bij allebei. Dat is Dimasoc en NL Monitor. Dat is wel belangrijk dat die goed staan, want Dimasoc dat is Dimension Association. En dan associeert je dimensie met het object. Dus op het moment dat het object groter gemaakt wordt, dan zal je maatvoering mee verplaatsen. En je NL monitor die zorgt ervoor dat die erop attent maakt of de koppeling nog bewaard is of dat die niet meer bewaard is. Wat is nou hier het voordeel van? Dat die ook associeert. Stel je voor, je past je object nog aan omdat je tijdens de tentamen denkt van oeps, ik maak een foutje. Dan kun je dat nog heel makkelijk corrigeren en dan vooral met de rest van je tekening dus ook mee. Nou, laten we naar het model gaan. Het model die staat klaar. We hebben vorige video de aanzichten gemaakt. Deze keer gaan we ons even richten op één aanzicht om die te creëren. Zoals je in het layout aanmaken video hebt gezien, moet alles wat je hierin plaatst een schaal van 1 op 1000 hebben. Waarom dat moet, is een goede vraag. Daar staat nu eenmaal ingesteld in de InfraCAD-applicatie dat als je wat in je layout plaatst, dat het 1 op 1000 moet zijn. Dus dat doen we dan ook maar even. Nou, ik heb de teksten en de maatvoering er hier al bij gezet. En eigenlijk werkt dat hetzelfde als je gewend bent. Je gaat naar Annotate, je plaatst en de dimensie. En die komt dan ook mooi in de NLCS naar voren. Nou zegt hij hier dat dit 2300 is. En dan gaan we eens even kijken. Als ik hem nou echt bekijk, dan staat hij hier. 115. En dat betekent dus dat ik hem zowel in mijn layout heb gezet en dat hij hem associeert met het object en dat hij niet de daadwerkelijke maat op het papiertje aangeeft. En dat is dus ook dat dimension association, want die dimensie associeert met het object en niet met de daadwerkelijke afstand die hier wordt aangegeven. Nou, hou er wel rekening mee dat deze manier van maatvoeren, dat je dat in je layout doet, je alleen maar mag doen als je met Viewbase je aanzichten hebt gegenereerd. Als we elke andere willekeurige tekening maken, dan gaan we toch echt de maatvoering in de model space plaatsen. En in dit geval kan het niet anders en is het goed geregeld om dat in je layout te doen. Hou dat altijd in je achterhoofd. Ga ik het nog eventjes verder aankleden. We moeten even kijken, want hier geeft hij nou een nearest aan. En als je dat nou niet wil, want je wil precies dat hoekje, dan kun je ook je control knop indrukken. En dan heb je hier al je snap points. En dan kun je hierin aangeven endpoint. En dan pakt hij hem wel precies op dat hoekje. Dat is belangrijk, omdat we natuurlijk precieze maten willen hebben. Nou, wat valt er nou op aan deze maatvoering? We tekenen deze tekening in millimeters en nu staat hij met 2 decimalen achter de komma. Nou, je kunt je voorstellen dat een aannemer misschien op de millimeter precies je object voor je kan maken, maar preciezer wordt het echt niet. Zorg er dan ook voor dat als je weer je maatvoering gaat, dat je dan zegt van decimalen op 0. En dat je die gaat gebruiken. Het is namelijk heel knullig als je schijnnauwkeurigheid gaat vragen. En de aannemer die kan het ook niet voor je produceren. Dus aangepast op hele millimeters. Dat is ook weer zo'n dingetje van als ontwerper moet je dat gaan opvallen. En dat moet je uit je tekening gaan halen. Dus maatvoering plaatsen werkt redelijk hetzelfde. Als je dit hebt gedaan, dan kunnen we ook de teksten gaan toevoegen. Ja, dat werkt ook in principe hetzelfde. Dan zet ik
Onderaan bijvoorbeeld schaal 1 op 20. Dan wil ik een mooi lijntje erboven hebben. En dan wil ik nog een tekstje, alleen al wat groter. En dan zeg ik boven aanzicht. Nou, zorg er nog even voor dat je alles netjes uitlijnt. Dat kan je bijvoorbeeld met een hulplijntje doen. Dan zet je die er netjes op. En dan zet je die er netjes op. En dan zorg je ervoor dat deze netjes er tegenaan sluit. Kan dit lijntje weer weg. Geeft hij er netjes de lengte wat je zelf mooi vindt. Er zijn natuurlijk smaakverschillen in. En dan heb je hier gewoon je object met je teksten erbij. Denk je nou bij jezelf van, hey, dat geel, waarom kan dat niet ook zwart, net als dat andere tekstje? Nou, maak je daar nou weer geen zorgen om. Je hebt je NLCS zwart plotstijl. En als je dan op preview drukt, dan is alles toch zwart. Dus dat staat toch wel goed. En op deze manier kun je systematisch verder gaan met je aankleden van je tekening. En als je dit netjes en systematisch doet, dan hou je daar ook de volledige punten voor. Dus geef altijd een beetje zorg voor je tekening om het goed aan te pakken. En dan ben je alweer klaar met je eerste echte 3D modelleertekening. En dan kun je verder gaan met het maken van het putje. En de overstartput, dat is een opdracht waar geen verdere video's bij zijn. En daar kun je alle kennis die je nu hebt in toepassen. En daar ligt het niveau echt wel een paar tandjes hoger. Dat is het niveau wat je ook wel een beetje moet kunnen voor je tentamen. En daarom moet je in een korte tijd een plan van aanpak bedenken om een 3D-model op te zetten en die op papier te zetten. Dat is in principe niet lastig, maar als je weinig hebt geoefend of niet hebt geoefend, dan gaat het je niet lukken. Want je moet altijd het inzicht gaan creëren om zo'n 3D-object goed te kunnen modelleren. Dus ga alvast oefenen met de volgende opdracht als je hiermee klaar bent. En vind je het lastig, bedenk jezelf dan een willekeurig 3D-object binnen de civiele techniek en ga die ook eens gewoon modelleren. En dan wil ik jullie heel veel succes wensen.